gaan we voor het tweede filmpje van vandaag. Taal en spelling. Zometeen bij taal heb je nodig je boek met je harde kaft. Thema 5, week 4, les 16. Gaan we aan de slag met de voegwoorden. En bij spelling heb je nodig je werkboek. Thema 5, week 4, les 13. En het bloemblad, maandag, week 4. Dus pak er even bij. Je taalboek, bladzijde 32 en 33. En je spelling op bladzijde 16 en 17. Oh, juf, wat ben je aan het doen? Dan zie je in je boek op bladzijde 32 en 33 zie je instapkaart staan. Ik zal hem even iets groter maken zodat je hem thuis ook goed kan volgen. En zeg je nou juf, ik zie het toch niet zo goed doordat dat bord een beetje spiegelt. Dan kijk je goed mee in je boek. Daar staat precies hetzelfde. Nou, dit heb je geleerd de afgelopen weken. Je hebt geleerd hoe je van twee zinnen één zin maakt. En dat doen we dus met een voegwoord. Weet je het nog? Je voegt twee zinnen samen met een voegwoord. Sommige voegwoorden vertellen in welke volgorde dingen gebeuren. Dat hebben we een paar weken terug ook al bekeken. Nou, ik ga er nog eens naar kijken. De tuin was doorweekt nadat het lang had geregend. De tuin was doorweekt. Na het moment dat het lang had geregend. Dus nadat betekent na het moment dat. Soms zie je een regenboog terwijl het regent. Terwijl op hetzelfde moment is op hetzelfde moment bezig. Je moet de tuin sproeien totdat het gaat regenen. Dus tot het moment waarop. Breng de spullen naar binnen voordat het gaat regenen. Dus voor het moment dat. We moeten binnen blijven zolang het regent. Dus in de tijd dat het regent, ja, dan moeten we binnen blijven. Dat waren de voegwoorden. Kijk even met me mee bij opdracht 1, 2 en 3. Tegen de drie sterkinderen zeg ik alvast, als je weet wat we gaan doen, dan ga je alvast starten. Dus voor de drie sterkinderen is het opdracht 1. 2 en 3. De 1 en de 2 sterkinderen die blijven nog heel even bij mij. Want daar ga ik even samen wat oefeningen mee maken. Als mijn bord naar de goede bladzijde gaat. Nou, bij opdracht 1 staat. Maak van de twee zinnen 1 zin. Schrijf het tweede stuk van de zin op. Hebben we in de afgelopen weken ook al een keer gedaan. Dus helemaal nieuw is het niet. Joris kiest een vakantiebestemming. Joris koopt een dikke slaapzak. Wordt dan de nieuwe zin. Joris kiest een vakantiebestemming voordat. Moet ik terugkijken naar dat tweede zinnetje. Voordat hij een dikke slaapzak koopt. En we hebben vorige week en de week daarvoor ook gezien dat het dan kan zijn dat je de volgorde van die woorden even moet aanpassen. Dus dat is bij deze zin ook gebeurd. Nou, er staat, en ik pak even mijn stift erbij. Er staat, schrijf alleen het tweede stukje van de zin op. Dus dat eerste stuk hoef je niet op te schrijven. Wat ik met jullie ga doen, ik ga zin 2 en 3 ga ik samen doen. En ik spreek even iets met jullie af. Want al die zinnen gaan over Joris. Maar als ik twee keer in één zin Joris schrijf, vind ik dat niet zo handig. Dus ik spreek met jullie af, want dat heeft het boek ook al gedaan, dat ik nog een nieuwe term erbij, verwijswoord gaan gebruiken. Want kijk nog eens even terug naar zin 1. De nieuwe, echte, de goede zin. Joris kiest een vakantiebestemming voordat hij een dikke slaapzak koopt. Wie is nou hij? Juist, Joris, waar de zin mee begon. Dus we spreken af dat we niet twee keer Joris in de zin gebruiken, maar één keer Joris en één keer hij. In jouw schrift staat zometeen thema 5, les 16, opdracht 1 en dan is het zin 2. Bij zin 2 staat Joris reist met het vliegtuig, Joris leest een boek. Wat wordt dan mijn nieuwe zin? En ik moet het woordje terwijl gebruiken, die schrijf ik alvast op. Dus ik schrijf alleen het tweede nieuwe stuk op. Terwijl. Joris reist met het vliegtuig. Joris leest een boek. Hey, ze draaien hem al om. Joris leest een boek. Terwijl. Wat wordt het dan?
hij, goed zo. Terwijl hij, helemaal goed, terwijl hij reist met het vliegtuig. Neem maar even over. Nou, ik zei, ik doe twee zinnen met jullie samen. Zin 3. Joris is zenuwachtig. Joris bereikt zijn bestemming. Kijk al goed naar het voorbeeld. Joris is zenuwachtig. Totdat, dus tot het moment dat. Dus ik begin mijn zin met totdat. Joris is zenuwachtig. Joris bereikt zijn bestemming. Nou, het boek zegt, de volgorde wordt, Joris is zenuwachtig, dus ik weet al, dat blijft mijn standaardzin. Totdat hij, hadden we afgesproken, hè? Ik wilde geen nieuwe Joris meer. Totdat hij, wat krijg ik dan? Helemaal goed. Totdat hij zijn bestemming bereikt. Zo maak je zo meteen 1 en 2 ster kinderen. Zin 4, 5 en 6 al. Doe je ze op dezelfde manier als dat ik heb gedaan. Gewoon het laatste stukje schrijf je op. Het voegwoord hoef je niet zelf te bedenken, want het staat er al. Bij opdracht 2, maak van de twee zinnen 1 zin met het voegwoord. Eigenlijk een beetje hetzelfde als dat we hier aan het doen waren. Zet het voegwoord in het midden. Net bij opdracht 1 hielp het boek jou al op weg, want zij gaven aan, oh, daar komt het voegwoord en dit is het voegwoord. Bij opdracht 2 laat ze het meer zelf uitzoeken. Kijk eens goed naar het voorbeeld. Zet het voegwoord in het midden. Sadet schrijft haar tekst, ze voert actie en het voegwoord moet zijn voordat. Dan is het niet logisch als je zegt, ze voert actie voordat ze haar tekst schrijft. Nee, want dan weet je niet wat je gaat zeggen en wat je gaat doen. Dus Sadet schrijft haar tekst voordat ze actie voert. Nu zie je bij de zin 2, of de opdracht 2, ook dat je steeds Sadet hebt en er is al een ze. Dus die hoef je niet meer aan te passen. Bij opdracht 1 moesten wij dat wel nog, Joris en hij. Nu is het al gebeurd, Sadet, en zij. Nou, bij opdracht 2 ga je dus dadelijk zelf aan de slag met zin 2, 3 en 4. Sadet bepaalt de bijzaken, ze bepaalt de hoofdzaken nadat. Wat doe je eerst? Eerst de bijzaken bedenken of eerst de hoofdzaken? Nadat, wat betekende dat ook alweer? Kijk eens even met me mee in de instapkaart. Nadat was na het moment dat. Ja, dus Sadet bepaalt de bijzaken nadat ze de hoofdzaken bepaalt. Dus nu lijkt het alsof je dat nog verkeerd om doet. Eerst de bijzaken, dan de hoofdzaken. Maar dat staat er niet. Want dat woordje nadat, dat geeft aan dat ik eerst het ene moet doen. En dan pas het andere. Opdracht 2 bij zin 1, 2, 3 en 4 komt daar, bij die zinnen staat hij in het midden. Maar, let even goed op, bij zin 5 en 6 zet het voegwoord vooraan. Dus kijk goed, wat moet je met de zin doen, zodat je het woordje nadat of zolang, bij jullie daar aan die kant, vooraan kan zetten. Dus hij moet beginnen de zin met nadat of die volgende zin met zolang. Best iets om je in vast te knijpen en weer bijten. Dus de 1 en de 2 sterkinderen maken opdracht 1 en 2. De 3 sterkinderen, als je net toch bent blijven hangen bij mij. Bij opdracht 3 leg de betekenis van het voegwoord in de zin uit. Je kunt een beetje spieken in de instapkaart. Bioloog Frans wil de tijger zien voordat die is uitgestorven. Doe het zo, staat er. Voor het moment dat er geen tijger meer is, wil Frans erin zien. Dus leg uit wat nou eigenlijk in die zin staat. Dat doe je bij opdracht 3.
Zin 1 tot en met 6. Omschrijven en uitleggen wat er eigenlijk bedoeld wordt. Bij vraag 4a en 4b, leg uit wat het verschil is tussen deze zinnen. Ike houdt zich doodstil totdat de inbreker er is. Ike houdt zich doodstil terwijl de inbreker is. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Maar wat is het verschil? Bij b, kies de zin die je het leukst, het spannendst of het verstandigst vindt en schrijf één zin die erop volgt. Dus zeg je A, ja, dat vind ik de fijnste. Wat gebeurt er dan? Of zeg je, nee, die tweede zin, dat lijkt me logischer. Wat gebeurt er dan? Nou, heb je dit gedaan van taal? Pak je je spelling erbij. Je kunt nu zelf kiezen, ik ga verder met taal. Ik zet de juf even een pauze en ik ga dadelijk verder met spelling. Of zoals ik altijd al zeg, je kunt ook even heel je instructie volgen en je kijkt daarna naar de andere opdrachten. Mag je even zelf kiezen? Ik zet in elk geval even spelling klaar. Nou, bij spelling, dit heb je geleerd. Je hebt geleerd hoe je woorden schrijft die bestaan uit twee andere woorden. Die samengestelde woorden, die samenstellingen, hijskraan, hijs en kraan. Kerstboom, kerst en boom. Je hebt geleerd hoe je woorden schrijft waarbij de Z in het midden klinkt als een S. Rugzak, rugzak. Ik hoor zak, maar ik schrijf zak. Vuilniszak. Ja, ik zie hier een S, maar ik hoor eigenlijk nog een S. Vuilniszak. Maar toch schrijf ik een Z, een Z. Weet je nog, de twee woorden samen vormen samen een nieuw woord. Je schrijft het woord aan elkaar. Dit, die samenstellingen kerst en boom werd kerstboom. Sport en tas werd sporttas. Uit en spraak werd uitspraak. En dit hadden we al bekeken, gehoord in het midden van het woord een S. Maar je schrijft die Z. Nou, in je werkboek gaan we aan de slag bij opdracht 1, 2 en 3 op bladzijde 16 en 17. Bij opdracht 1, maak met een woorddeel uit de linkerrij en een woorddeel uit de rechterrij een nieuw woord. Schrijf het woord in de zin. Ik heb er hier 6. Ik heb er hier 6. Ik zoek logische combinaties en ik vul het woord in. Doe die kraan eens dicht. Ik word net nat van die. Hier zoek ik mijn eerste stuk. Hier mijn tweede stuk. Nou, het heeft met een kraan te maken. Ja, dan is water wel zo logisch. Waterboom, waterspraak, waterstraal. Waterzaak, waterzaak, waterzaam. Ja, ik word nat van die waterstraal. Dus kijk goed. Hier staat het eerste deel, hier staat het tweede deel. En dan zie je ook hier twee keer het woordje zaak staan. Dus die kun je ook twee keer gebruiken. Nou, dat doe je bij opdracht 1. Bij opdracht 2, voordat het twee sterkinderen, die komt daar ook bij. 1 en twee sterkinderen. Doen opdracht 1 en 2. Schrijf het woord op. Ken je de winkel in de hoofdstraat? Kijk goed wat er is weggevallen. Daar verkopen ze een onettend koele koelkast. Ontzettend koele koelkast. Dus de 1 en de 2 sterkinderen maken opdracht 1 en 2. De 2 sterkinderen maken ook nog opdracht 3 aan elkaar of niet. Hetzelfde. Nee, dat is niet goed. Want ik zeg hetzelfde. Dus kijk goed. Staat het zo goed genoteerd? Dan blijft die staan. Of zeg, nee juf, dat staat niet helemaal juist. Dan pas je hem aan en dan schrijf je hier de goede schrijfwijze op. Dus ik zeg het heel even opnieuw. De 1 en de 2 sterkinderen maken allebei opdracht 1 en 2. De 2 sterkinderen maken er ook nog opdracht 3 bij. Als er nou eens sterkinderen zijn die zeggen, juf, ik wil die ook proberen. Tuurlijk, dat mag. Maar dat hoeft niet, maar het mag wel. Vind ik wel heel fijn als je dat zou doen. Dan opdracht 4 is voor de 3 sterkinderen.
Die andere trouwens ook, maar deze sowieso. Maak van twee woorden een nieuw woord of een woordgroep. Bedenk er minstens vijf. Nou, ik heb hier een heleboel stukjes woord staan. Bedenk er minstens vijf. Let op, staat er. Niet alle woorden schrijf je aan elkaar. Want zojuist, ga ik heel even terug, hier bij opdracht 3, had je ook woorden die je niet aan elkaar schrijft. Dat ga je hier ook hebben. Er staat, bedenk er minstens vijf. Je ziet dat er veel meer ruimte is. Dus als je zegt, oh juf, ik weet er nog meer, ja, dan vul je er meer in. Dus samenstellingen of woordgroepen die bij elkaar horen. Die ga je noteren. Even kijken. Ik kan samengestelde woorden goed schrijven. Dat is nog de laatste vraag die het boek ontstelt. Hier. Wat klopt er nou voor jou? Ja, dat kan ik goed. Of ik kan een beetje. Of zeg, nee, ik vind dat echt nog heel, heel lastig. Kruis even voor jezelf aan wat je moet doen. Dus dit was spelling. Ga ik heel even terug. Naar deze. Want er staat ook maandag week 4 het blonen. In je boek staat. Of in je boek zegt de juf. Het staat helemaal niet in je boek, juf. Het staat op mijn stencil. Week 4. De woorden van vandaag. Waterstraal. Zeldzaam. Kerstboom, hoofdzaak, noodzaak, uitspraak. Ik heb er twee woorden bij. Zeldzaam, hoofdzaak. Oh nee, zelfs drie, noodzaak. Ik hoor een t. Maar toch schrijf ik een d. Dus vandaar dat we ook die woorden een aantal keren gaan oefenen. Taal hebben we gedaan. Spelling hebben we gedaan. Woordenschat staat hier nu niet bij. Normaal doen we op maandag ook altijd woordenschat. Maar voor deze week staat op je gewone weekplanning die je maandag moest komen ophalen. Strakjes om 12 uur. Staat er deze week afronden week 1, 2 en 3. Want we zijn bezig met week 4. Dus dan is er geen nieuwe les van woordenschat. Maar je moet van mij wel heel even goed checken of je week 1, week 2 en week 3... goed af hebt gemaakt. Dus ben je misschien iets vergeten? Vul dat nog heel even in. Dus er is van woordenschat deze week geen nieuwe les. Ja. Nou, dit was je instructie van taal en van spelling. Zie ik je zo meteen nog terug als we estafette gaan doen. Maar dit was hem voor nu. Succes, zet hem op. Doei doei!